Het doel van Jestermars Lansdouwen, Lansdouwen betjut landelijk gebied, krieten of geer, is om landbouw en natuur mijlkoor te verbinden. Ammoniak in de groen en zure rijn bedriegen de natuur en de boerenbedrouwen dreigen op slotterijtje troch strenge regels. De problematiek wie is sangre thema dat het televisieprogramma Van Gewest tot Gewest een reportage maken over de oprichting van de vereniging. De boeren kregen de schuld. Nou, dat je kolder, maar dan kan je ze moeten alle boeren vertrekken. Maar dan werd het landschap ik niet meer onderhouden. De omleiding die eigenlijk de ecologische richtlijn. Dat houdt eigenlijk in dat de overheid meende dat die houtwallen die hier voorkomen, dat die te laaien hing van de ammoniak uit uw stal. Op eigen initiatief ontstierde de vereniging. Want in de eigen streek werd men toch het beste hoe met de natuur om te gaan. Toen op dat moment wie onze houtwallen gebeurde in principe net verloren. Uw karakteristieke houtwallen en heldersingel. En toen is het plan opvatten dat wij van oerheidswegen dat oppakken zouden. En dat we in ruil ervoor zien gaan hoe het landschap er meer bij houden, hoe de natuur hem houden. En dat we dan wel uitbreiden konden, zodat voor u als agrarische ondernemingen je wel mogelijk in blijven lezen in dit gebied. Fosfaatregeljouwing, energietransitie en duurzaamheid. Genoeg thema's voor de vereniging om nog 25 jaar trots te gaan en strijdbaar te wezen. Natuurlijk, het bloed altijd wel de bemoeienis van de politiek en de ambtenarij die daarachter zit. Die is natuurlijk heel groot. En dat is soms een mjorreweets in onrennen. Maar dan mag je ook mensen die de kappers uitsteken en die er nek uit waren te steken om wat nees te bedenken en om de zin van te krijgen. Dat simpel is. En dat geeft nooit zonder slag en stoot.